Oh, wat erg. Hij doet het weer. Nou, dit is ook wel heel heftig. Dit is het. Nee, meer wordt het even niet op. We zijn hier bij boerderij Groei en Bloei in Bergambacht. En dat is niet zomaar een boerderij. Kan je me uitleggen waarvoor jullie allemaal zijn en voor wie? Ja, nee, wij zijn inderdaad niet zomaar een boerderij. Wij zijn een activiteitenboerderij. En wij geven activiteiten voor volwassenen. En andere delen, dagdelen weer voor kinderen. En dan doen we allerlei leuke activiteiten voor de kinderen of voor de volwassenen. We zijn vooral creatief bezig, maar voor de mannen ja, ook. Of creatief of lekker buiten en met de dieren. Er worden dieren verzorgd en geknuffeld. Er staat er nu al één op het punt van lammeren, dus dan wordt er daarna eventjes geholpen met opstrooien. En wij zijn er voor de mensen, eigenlijk voor een ieder. Met of zonder lichte hulpvraag. Weet je, we hebben heel veel mensen die vinden het gewoon gezellig om dingen te doen. Hartstikke leuk. En we hebben ook mensen die zeggen van, of kinderen of volwassenen die zeggen van ik heb wel een lichte hulpvraag en ik vind het leuk om met elkaar leuke dingen te doen. Want ik vind het eenzaam thuis of ik loop tegen dingen aan in het leven en daar kunnen wij bij helpen. En dus een ieder is echt welkom. Het is echt, we hebben geen doelgroep, daar doen we niet aan. We hebben het echt voor een ieder. En dat is juist zo mooi, want we zien dat ook echt de groepen daardoor heel gemêleerd zijn. Dus heel divers en erg gezellig. Nou, we zijn nu bij de strooispeelschuur beland. Dat is de activiteit van de boerderij ongeveer, want de kinderen vermaken zich hier op het best. We hebben allerlei gangen gemaakt, dat ze lekker kunnen verstoppen. Ze kunnen bouwen in de strooschuur en ze kunnen natuurlijk ticketje doen. Dus dat is een leuke activiteit. Is het leuk, jongens? Ja! Nou, hier, dit is de speeltuin van de boerderij. Het is helaas vandaag een niet zo beste dag. Dus de hoeveelheid kinderen is nu minimaal. Je hebt er net twee gezien in de strooschuur. Maar verder is het door de regen helaas vandaag niet heel druk. Kan ik wel mooi laten zien wat we allemaal hebben. We hebben een leuke trampoline, een hele grote, waar je allerlei leuke trucs op kan doen. We hebben een leuke zandbak voor de kleinere kinderen met een glijbaan. En we hebben natuurlijk een netschommel. Nou ja, dat is een hele favoriete schommel waar heel veel kinderen tegelijk in kunnen. En de kinderen vermaken zich hier op het best. Je kan hiernaast lekker voetballen. Dus daar is een voetbalkooi. Yes. Nou, dit is ons kleinvee schuurtje. Hier hebben we de dwerggeitjes. Hier heb je een jonkje, die is net 2 weken oud. En we hebben nog meer geitjes, ook allemaal kleintjes. En uiteraard ook cavia's en konijnen horen bij het kleinvee. En ja, jij bent het er niet mee eens, hè? Jij wil weer naar mama. Nou, dan gaan we dat doen hoor, jongen. Dus dit is onze kleinveeschuur, hier kun je lekker knuffelen met de dieren. Hier hebben we de houtwerkplaats. En we maken hier van alles. Nu is een van onze gezellige... klanten bezig met het maken van naambordjes voor de stallen. En ook een beetje bewegwijzering nog meer op het erf. Want omdat we ook speelboerderij zijn, is het handig als mensen weten waar zijn de toiletten, waar kunnen ze lekker wat eten en drinken en waar zijn de dieren. Dus die gaan we nu hier maken. En zo maken we heel veel dingetjes hier met kinderen ook. Dit is een rustruimte. We hebben hier ook heel veel volwassenen en ouderen. Dus die kunnen dan lekker tussen de middag, als ze zeggen van nou, ik wil heel de dag blijven en leuke dingen doen of lekker op de boerderij zijn, kunnen ze lekker even gebruik maken van het bed. En dat gebeurt gelukkig ook. Dat is net even fijner voor de mensen om toch een rustmomentje te kunnen pakken. Dus het is eigenlijk niet alleen voor kinderen die hier lekker kunnen spelen of hun ei kwijt kunnen, maar ook voor ouderen bijvoorbeeld tegen de eenzaamheid om toch even gezelliger uit te zijn. Ja, ja. Wat zijn de reacties? Nou ja, eigenlijk alleen maar louter positief en dat is erg leuk, want daar doe je het voor, hè? Want we zijn toch een maatschappelijke instelling. We hebben alleen maar mensen die het heel erg leuk vinden en fijn vinden om bij ons te zijn. En die ook echt zeggen dat hun kwaliteit van leven vooruit gegaan is. En ja, daar doen wij het voor, want dat is de reden van het starten van deze boerderij. Dus inderdaad voor volwassenen, voor ouderen en voor kinderen. En we zijn ook daarbij een speelboerderij voor de ouders die kinderen hebben. Die zeggen, joh, ik wil gewoon gezellig met de kinderen naar de kinderboerderij. Dus die zijn ook van harte welkom. Dus het is heel divers. Vraag gerust naar informatie als je denkt van, nou, misschien is het wat voor mij. Dan kom ik gerust even op huisbezoek. Ik regel ook vervoer als je zegt, ja, allemaal leuk en aardig. Maar hoe ga ik daar komen? Geen enkel probleem. Voel u vrij om te bellen.